Wie kom ik hier tegen? It's Miss Jetlag. Hallo, het is maandag. Ik ben helemaal vrolijk, want ik heb uitgeslapen. En me voorgenomen om voortaan maandagochtend vrij te nemen. Het is nu bijna lunchtijd en ik ga naar de boekpresentatie van Jet van Nieuwkerk. Ze heeft alweer een tweede boek uit. Ja, leuk. Dit is wat ik aan heb. Beetje color, mag wel op deze grauwe grijze dagen. Dus nou, ik heb trek, laten we gaan. Zo, hier is het. Villa Nicola heet het. En dit moet... Hoe leuk is dit tafeltje? Daar word je toch helemaal vrolijk van. Het is echt een hele mooie... Ja, het is een soort villa waar we zijn en wat je gewoon kan huren. Voor een dagje. Het is ook een Airbnb. Heel pretty. Kijk nou. Die zijn geweldig. Oh mijn god, ik word hier echt zo vrolijk van. Ik wil dit hebben. Als iemand weet waar je zoiets kan kopen, let me know. Nou, ik zit inmiddels aan tafel en het is zo leuk. Er zijn allemaal hele gezellige dames hier aanwezig. En het ziet er heel lekker uit. Daar hebben we Jet. Het is een klein boekje. Maar het is niet een minder onbelangrijk boekje, want er staan 100 hele belangrijke tips in. Hele grappige tips en leuke tips, maar ook zeker met een serieuze boodschap. Namelijk dat we niet te streng voor onszelf moeten zijn. En dat het vooral heel leuk moet zijn als je een doel stelt. En deze nou en dan komt anders straks aan het doen. Dit is zo lekker. Het smaakt bijna als een toetje, maar het is ook nog heel gezond. En het staat in het boekje. Dit. Je hebt een boek geschreven met 100 tips om, nou ja, sowieso een lekkere recepten staan erin, maar ook om gelukkiger te leven. Ja. Dus dan wil ik natuurlijk weten, wat is dan een leuke tip van jou? Een tip van Jet. Nou, ik heb behoorlijk wat tips geschreven. Ja. En zijn opgedeeld in sporten, meer koken, meer opgeruimd zijn, meer je vrienden zien. Wat bijvoorbeeld bij mij heel erg helpt, is om recepten uit te delen. Dus ik stuur een mailtje naar hallo jongens, naar 5 vriendinnen. Wat is jullie lievelingsrecept? Nou, dat krijg je dan allemaal terug en dan heb je 5 leuke recepten. Oh, dat is een hele leuke tip. En dan zijn er ook natuurlijk altijd shitklusjes waar je gewoon geen zin in hebt. Ja. En dan adviseer ik altijd om te ruilen van moedje. Ja. Dus om met je beste vriendin of met je vriend of met iemand die je kent te ruilen van klusje. Wat een goed idee! Dit vind ik echt een superleuk idee. Een andermans klusje doen is namelijk veel minder veel. Ja, want je hebt daar niet een emotionele band mee. Ik doe dat wel eens met mijn mail. Het klinkt raar, maar dan ruilen Jorg en ik ruilen van mail. Dan gaat hij mijn mail doen en ik zijn mail. Nou ja, dat kan natuurlijk niet met elke mail, maar wel met een hele hoop. Dan zegt hij gewoon, wat moet ik sturen? En dan zeg ik gewoon, zeg maar nee, of zeg maar dit. En dan maakt hij daar een hele brief van. Ja. Maar dan, leuke tip. Zo, wat een weer jongens. Nou ja, zonder hoed ben je nergens met deze regen. Oh, het was echt zo gezellig deze lunch. Heerlijk. Nu ben ik weer onderweg naar huis. Waar ik even weer lekker verder ga werken aan mijn motivatievideo's. Dit is anders thuiskomen dat ik een vloggende Jorg zie. Ja. Hoe gaat het? Nou, met vloggen? Ik heb mijn camera verschoven. Dus heb je je camera verschoven? Ik heb mijn camera verschoven. Wat erg? Nee, het beeld is anders. Hoezo is dat erg? Het is vloggen toch, schat? Ja. Je bent veel te perfectionistisch. Nee, joh, ik zit er grappig in. Hey, ik kreeg allemaal complimenten van allemaal leuke dames over jou. Ja. Over jouw vlog. Wat leuk. Ze vinden je vlog dus super leuk. Ik zit even... Ja, mijn woorden. Ik ben mijn video aan het editen voor morgen voor de motivatiemaand. En ik heb eigenlijk een tip die ik nog helemaal niet met jullie heb gedeeld. Een tip die Jorg en ik hanteren. En dat is namelijk dat wij allebei de hele dag door hetzelfde nummer luisteren. Het is een beetje autistisch, maar het helpt ons heel erg om te focussen. We hebben allebei ons eigen lievelingsnummer. Dit is mijn nummer. Dat heb ik ook op de fiets aanstaan, gewoon de hele dag, al een paar dagen. En dit helpt me gewoon heel erg om heel geïnspireerd te werken. Vanavond eten we pasta en ik heb het niet zelf gemaakt. We hebben het net bij een traiteur besteld met de Uber Eats. En het was er hier letterlijk in 10 minuten. Nou, dat is nog eens fijn.
Zo, het is nu avond. Ik ben net aangekomen op de bewustzijnsschool. Waar we een hele leuke chakra cursus gaan beginnen. Dat betekent één keer in de maand les. En ja, chakra's, dat is vrij nieuw voor mij. Maar ik heb hier heel vaak creatieve bewustwordingslessen. En dan werken we ook met chakra's. En dat is gewoon heel interessant hoe je dat opruimt. Hoe je dat kan inzetten om nog meer balans in je leven te krijgen. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon een keer zo'n cursus volgen. En ja, de bewustzijnsschool is niet echt een yogaschool. Je kan hier ook yogalessen krijgen, maar het is eigenlijk meer echt een bewustzijnsschool. Dus je leert hier je bewustzijn vergroten. En ze hebben super toffe lessen en lezingen altijd. En nu gaat de les zo meteen beginnen. Ik ben echt benieuwd wat we gaan doen. Goedemorgen, dit is mijn ontbijtje voor vandaag. Het ziet er lekker smerig uit, maar het is heel lekker. Het is amandelmelk, 1 banaan, een schep pindakaas, blueberries, blauwe bessen bedoel ik, en eiwitpoeder. En gemixt ziet dat er dan zo uit. Er zit trouwens ook nog een beetje havermout in. En het is echt een lekker stevig ontbijtje. Dit is niet een lullig sapje of zo. Cheers. Ik ben nog even het huiswerk aan het bekijken van gisteren. Het was echt een superleuke les. Ik weet niet of je weet wat chakra's zijn, maar je lichaam bestaat uit heel veel energiepunten. En 7 daarvan, je hebt 7 chakra's, dat zijn de belangrijkste. En dat zijn eigenlijk, chakra betekent in het Sanskriet volgens mij wiel. Het is een plek waar de energie draait en je chakra kan dus ook op slot zitten. Dan voel je je moe of dan heb je vaker nare gedachten. Nou ja, het kan van alles zijn. En deze cursus gaat heel erg over wat zijn die 7 chakra's. En we gaan per les dus inzoomen op 1 zo'n chakra. En gisteren ging dus over de 7e chakra. Dat is je wortelchakra, als ik het goed zeg. Je basischakra. En dat gaat dus heel erg over basisbehoeften zoals eten, kleding, een dak boven je hoofd. Maar ook je goed voelen en je plek innemen. En of je er mag zijn, zeg maar. Of je je veilig voelt. Daar gaat het ook over. En ik vond dat heel interessant. Het heeft wel heel veel inzicht gebracht. Want wat we eigenlijk doen is, we gaan gewoon heel veel mediteren. En dan worden we helemaal in begeleid door Mattie. En vandaar krijg je steeds beelden. Wat iets, die beelden, als je die gaat vertalen voor jezelf, dan zegt dat iets over jou. Dus je bent eigenlijk ook op een bepaalde manier jezelf aan het coachen, ontdekken, helen. Dus ja, ik vind het echt heel tof. Ik ben heel blij dat ik dit ben gaan doen. Nu moet ik alleen nog wel weer 3 weken wachten voor de volgende les. Jongens, als een kind zo blij ben ik vandaag. Weet je wat mijn geluksmoment is? Vet suf. Maar mijn geluksmomentje van de dag is dat ik net een nieuwe supermarkt heb ontdekt. Op 2 minuten lopen. En ik vind het echt zo dom, want ik woon hier al 3 jaar en het is net of ik nu ben verhuisd. Ik ben aan het eten, rijst met groenten. Ik heb vandaag mega geconcentreerd gewerkt aan mijn online programma. De telefoon heeft de hele dag uitgestaan, mail heb ik vanmorgen gedaan, afgesloten, alles. Nou, helemaal lekker. En vanmiddag deed ik even mijn telefoon aan om te bellen. Toen zag ik dat Hidde me had gebeld, Hidde van 7 Day Recharge. Sommigen van jullie kennen hem misschien nog wel. Ik heb vorig jaar de 7 Day Recharge gedaan. Dat is een week waarin je van alles gaat doen. Ze gaan trouwens weer beginnen binnenkort. En nou, daar hadden we het dus over, hoe dat gaat. Hij geeft dus ook workshops aan coaches. Dus een soort coaching workshop. Toen zei ik, nou wat leuk, daar heb ik wel interesse in. Wat zegt hij? Kom vanavond, want vanavond begint het al. Dus ik heb ja gezegd. Dus ik ga zo meteen dat doen. Dus ik ga nu ineens een cursus doen in coaching. Oké, wat een grap. Ik ben er. 2 uur geleden wist ik nog ineens dat ik deze cursus ga doen. Ik hoorde dat er ook alleen maar mannen zijn, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus een advanced erbij, we zijn bezig met een team, coaching en een leiderschap. Zo, het is 11 uur, ik ben weer thuis. Het was een super leuke les en ik ben mega blij dat dit op mijn pad is gekomen. Want we gingen meteen elkaar coachen. En het zijn allemaal hele andere types als ik. Het zijn allemaal heren die ook in hele andere werelden werken. Dus dat is juist heel leuke verbreding. Even uit mijn comfortzone, uit mijn eigen bubbel. En ja, ik kan niet anders zeggen dat het heel leuk was. En ik zit nu hier achter mijn bureautje mezelf te editen. Want morgen om 6:30 staat er weer een video live. Dus dat ga ik even snel afmaken. Ik praat zachtjes, want Jorg ligt al te slapen. En nou, tot morgen. Goedemorgen, dit wordt mijn ontbijtje. Dit is havermout geweekt in water. Cashewgenoot geweekt in water. En dadels. En dit is dat recept wat ik van Jet dus had gegeten en dat was zo lekker, dus ik ben benieuwd of ik het net zo lekker kan maken. En dan met rasp van de limoen. Zo ziet dat er dan uit en ik heb de dadels ontveld, wat niet echt een superleuk klusje was. Het ging wel snel gelukkig. Het lijkt wel hummus. Nou, limoenrasp zit erop.
Oké, dit had dus voor twee mensen moeten zijn, maar dit is echt te weinig. Maar ik wil wel dat Jorg het even proeft. Wel grappig, het is gewoon ontbijt met heel veel cashewnoten. En wat fruit. Het smaakt wel echt super lekker. Dat is dan wel weer de grap. Het ziet er niet heel erg boeiend uit, maar ik vind het wel, ik ga het wel vaker maken. Wat een kak weer! Hey, hallo, goedemorgen. Zo, ik ben even lekker naar de tram en met de tram naar mijn afspraak gegaan, want ik wilde even onthaasten. En dan helpt fietsen niet. Het is weer woensdag en ik heb de afspraak met Sabine. We gaan even wat plannetjes doornemen voor mijn blog en voor mijn site. En dat doen we zoals altijd op een heel leuk plekje, in een hotspot. En het is eigenlijk in Amsterdam tegenwoordig wel heel erg makkelijk om aandacht te krijgen van bloggers. Je hoeft alleen maar alles roze in te richten of gewoon super cute. En ze komen vanzelf, want ik ga nu dus naar Sticky Fingers. En dat is echt Instagram heaven volgens mij. Want ik heb al heel wat collega vloggers heb ik gezien die daar zijn geweest. Dus ik ben benieuwd. Bite me. Oké. Ik zei net al dat ze allemaal bloggers en vloggers hier naartoe komen. En wie kom ik hier tegen? It's Miss Jetlag. Miss Jetlag. Je bent hier even bij het shirt te volgen. Ja, en ik heb het even hier gebouwd. Ja, dit om ziet mijn er fotohoek echt te maken. Bloemen erbij. Dus zo gaat dat bij jou daar aan toe. Ik vraag me dat altijd al af, want ja, het ziet er altijd zo pretty uit. Dan ga ik hier zo gezellig bij zitten. En je hebt je eigen fotograaf dan bij je ook, hè? Ja. Die is hier, die staat hier al klaar. Kijk, zo wordt het dus gemaakt, jongens. Zo lekker! Nou, dit is zo leuk. Ik zit in de tram op de terugweg. Kom ik zomaar iemand Hoi. Tegen? Hoi. Hoe heet je? Ik heet Sumit. En die doet dus mee met de motivatiemaat. Ja. Hoe leuk! Ja, heel tof. Ja, vind ik leuk dat je dat hebt. Kom ik haar zomaar tegen de tram. Ja, zo zie je maar. Ik ben weer thuis en ik heb hele mooie aankopen van, kijk, oh, ik had geen handschoenen meer en dat was echt niet te doen, want soms is het, dit is het eerste in mijn leven wat ik koop van UGG. En dit is, voelt heel raar, dit is wel nep, maar heel lekker warm. En deze schoenen, moet je nog even aantrekken, van Puma zijn ze. Ik heb het besteld bij Van den Assem. Wat vinden jullie? Ik hou heel erg van gymschoenen, lopen gewoon door de weeks. Ik dacht, dit maakt het nog wel een beetje een upgrade voor je outfit, toch? Gewoon met een zwarte skinny. Nou, die ga je nog wel zien. Want Jorg en ik doen vanavond een romantische avond. En ja, ik had eigenlijk nooit gedacht dat dat er zo uit zou zien. Dit is die goed. Twee van die vloggers aan de edit. What the fuck? Is mijn reactie. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben even lekker een blokje om aan het lopen. Ah, het lijkt wel lente, joh. Ik heb mijn snowboots aangetrokken, want die zitten zo lekker. Zo, het is lunchtijd. Ik sta in de beurspassage. En er is een nieuw barretje geopend hier. Het heet Liquid, want ze verkopen hier, nou ja, niet alleen liquid zo te zien. Maar koffie en thee, maar dus ook bouillon. Bouillon is helemaal hot tegenwoordig. Als ik de mensen hier mag... Bouillon is toch hot tegenwoordig? In waar? In New York? In New York. Op dit moment Londen doet ook mee. Berlijn doet ook al een beetje. Oké, okay, dus dan gaan wij ook meedoen in Amsterdam. Dat ja. Begrijpen, ja. Nou, één bouillonnetje dan maar. De nieuwe koffie. Nou, het geeft wel hetzelfde comfortgevoel als koffie en thee om even een bouillonnetje te halen. En het schijnt dus helemaal hot te zijn in New York. Het is wel een beetje prijzig. €4,50 vind ik best duur. Voor zo'n kopje. Maar het is wel... Het is natuurlijk een stuk gezonder ook dan koffie in ieder geval. En het is wel echt heel lekker. Het doet me een beetje denken aan vroeger toen mijn moeder bouillon voor me maakte als ik ziek was. Lekker. Ik heb net wel echt een superleuk interview gegeven aan Metro, aan Anne Merel. Die schrijft daarvoor. En ik kom 23 januari kom ik op 2 pagina's in de Metro. Dus dat vind ik echt super cool. Cheers to that. Zo, ik ben even pauze aan het houden in mijn woonkamer. Even mijn kantoor uit. En ik krijg hier net allemaal foto's door van Ronja. Ik heb samen met Ronja van Riverstones heb ik natuurlijk mijn geluksarmbandje. En wat heel tof is, Ronja is nu een duurzame fabriek aan het bouwen op Bali. Dus ze stuurt me nu de foto's door hoe het gaat. Ja, ik vind het echt te gek dat ze gewoon actie onderneemt en zoiets heeft van... Nou, als mensen daar niet op het milieu willen letten, ga ik het zelf wel doen. Dus dat is te gek.
Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, wij zamelen al een aantal jaar geld in met ons armbandje voor het goede doel. En we hebben weer 1000 euro. En vorige keer ging de 1000 euro naar de vluchtelingen uit Syrië die in Os terecht kwamen hier in Nederland. En nu willen we onze 1000 euro doneren aan UNICEF. UNICEF heeft een nieuwe actie, Geef een deken. En dat is voor alle kinderen die in, onder andere in Syrië, maar ook in Irak, in Libanon. Alle kinderen die het koud hebben deze winter, omdat ze geen kachel hebben, geen eten hebben, helemaal niks. Geen dekens, dus ook niet eens echt kleren, warme kleren. Om geld daarvoor in te zamelen. Dus wij gaan 1000 euro geven. En ik wil bij deze jou ook oproepen om ook geld te geven. 1 deken kost 5 euro. Daar kan je 1 kind mee helpen. Maar je kan natuurlijk ook 30 euro geven, want daarmee help je 6 kinderen. Nou, ik hoop heel erg dat jullie warme hart willen openen. Want wij zitten hier allemaal heerlijk erbij. We kunnen alles eten wat we willen. En deze kinderen hebben niet eens een warm dekentje of een warme jas. Onderin deze video zet ik een link. Daarop kan je meteen geld overmaken. Want met slechts 5 euro kan jij iemands leven redden. Nou, dat is toch wel 5 euro waard. Of 30 euro. Dus ik hoop dat jullie geld willen storten. It's Friday! Gewoon af en toe een dansje tussendoor is goed voor alles. Lieve mensen, ik zeg fijne zondag en ik zie je morgen weer bij de motivatiemaand. I hope. Doei doei!